Je zou het niet zeggen, maar ja, we staan nu in het Aalsterse Begijnhof. In 1260 vestigden de Begijnen zich aan de Dender. Maar van dat oude Begijnhof is nog maar weinig terug te vinden. Het hedendaagse Begijnhof oogt erg modern en... ja... beelden zeggen meer dan woorden. Laat ons eens rondgaan. Positief is dat het Begijnhof nog steeds ommuurd is, gedeeltelijk, en dat dit poortje er toch nog staat. Maar voor de rest is het niet zo mooi meer. Ja, het Begijnhof van Aalst is niet meer dan een wijk met witte wijkhuisjes, ommuurd door dit oude muurtje, gedeeltelijk, vlakbij de fabrieken van Aalst. Maar we moeten de kerk nog bezoeken. Let's go! Ja, een dode duif en dat huis daar is misschien het enige opmerkelijke aan dit Begijnhof. Eerlijk is eerlijk, Aarschot is verlost van de titel van lelijkste Begijnhof. Dat van Aalst is nog minder. Oké, ze hebben hier wel geen straat doorgetrokken. Maar anderzijds voelt het echt niet meer aan als een Begijnhof. En dat kon Aarschot nog net zeggen. Goed, dat was het voor Aalst vandaag. Anderlecht in het Brusselse gaan wij niet bezoeken, omdat daar maar 2 huizen van overgebleven zijn. Ongeveer. Het is ook niet echt een Begijnhof meer. En voor de rest zijn we rond voor vandaag. Dag. Dag iedereen, we zijn vandaag in Zoutleeuw. Een mooi stadje dat ondertussen niet zo heel groot meer is, maar toch nog een bewogen geschiedenis achter de rug heeft. En ook in Zoutleeuw was er een Begijnhof terug te vinden. Nu, of er nog een Begijnhof is of er is er geen meer, daar is een beetje discussie over. Eigenlijk is het zo goed als verdwenen, maar we kunnen nog restanten vinden.
En als Aalst officieel meetelt als een Begijnhof, dan kunnen we eigenlijk Zoutleeuw even goed meetellen. Dus gaan we nu eens kijken naar wat er overgebleven is. In 1242 was er al een Begijnhof in Zoutleeuw, maar het werd verwoest in de 16e eeuw en verderop, op deze huidige plaats, heropgebouwd. En dit huisje dateert daar nog van. Met een beetje fantasie kan je hier dus nog een plein Begijnhof in herkennen. En ze hadden ook een kerk in 1606 gebouwd, maar daar is het enkel nog een ruïne van. De Begijnhofkerk werd uiteindelijk in 1842 afgebroken en veranderd tot school. En de restanten van het Begijnhof werden in 1977 allemaal gesloopt. En wat er nu nog overblijft is dus nog een stukje van het koor van het kerk en voor de rest één huisje daar en de afmeting van het plein Begijnhof. En die kerk kwam tot hier. Dus je ziet, het was wel een serieuze Begijnhofkerk. Maar nu resteert er enkel nog die muur van. En dit was het al voor het Begijnhof van Zoutleeuw. Tot de volgende keer.